Ozan, welkom in Rotterdam. Hoe is het hier te zijn? Ja, goed. Nederland voelt toch wel als thuis. Ik ben echt heel erg blij dat ik er ben. Nou, vooral mijn ouders, die zijn blij, want ik ben al bijna 12 jaar uit huis. Ik ging mijn 15e weg. En sindsdien woon ik echt alleen. En nou, volgens mij is mijn moeder wel heel blij, ja. Ja, geboren Zaandam, maar voor de duidelijkheid. Ja. Je gaat weer bij ze om de hoek spelen. Ja, klopt. Geboren in Zaandam. Opgegroeid in Zaandam. Later verhuisd naar Zaandelft. En ja, het is toch wel dicht bij huis. Ik bedoel, Rotterdam is niet ver van Zaandam, vind ik. Ja, ja, een mooie weg bewandeld daarna naar Londen, Arsenal, naar Istanbul, Beşiktaş, daar heel lang gespeeld. Wat heeft je doen besluiten om daar na al die jaren toch een keertje weg te gaan? Nou ja, het is wanneer je, ja, dat vind ik nu een beetje van ervaring. Als je te lang bij een club speelt, dan heb je ook te veel te maken met randzaken. En EK komt eraan en ik wou weer gewoon plezier hebben in voetbal, ook gewoon buiten het veld. En in Turkije is het toch soms lastig wanneer het eventjes minder gaat, dat is overal wel zo. Maar in Turkije is de aandacht naar voetbal toch wel iets meer, extreem een beetje vind ik, soms te veel. En nou ja, die keuze om gewoon rustig, in een rustige omgeving, veilige omgeving voor mij, met mijn ouders, mijn familie erbij, mijn vrienden erbij, gewoon mezelf weer voorbereiden, mocht ik meegaan naar het EK, maar ook buiten die EK ook gewoon dat ik weer gelukkig ben. Gewoon op het veld en daarbuiten. Ja, want je kent het hier. Je hebt hier gespeeld in de Kuip. Je kent Feyenoord. Past dat goed? Ja, ik vergelijk sowieso wel de fans een beetje met die van Beşiktaş. Want ja, beide hebben fantastische fans. We hadden toen, volgens mij was het een voorronde Champions League. En uit mijn hoofd hadden we 2-1 gewonnen, volgens mij. Assist van jou nog? Ja, klopt, klopt. Ja, was wel, was wel een leuke wedstrijd. En toen hadden we het nog zelfs op de club ook over dat het een beetje te vergelijken is. Ook het stadion met de fans erbij. Weet je. En dat ben ik wel gewend, maar ik kan niet wachten. Wat verwacht jij het komende half jaar te kunnen bijdragen voor Feyenoord? Ja, het team wat ik de afgelopen weken een beetje heb gevolgd. Het team draait echt goed de afgelopen 9 competitiewedstrijden. Niet verloren. En ik wil gewoon alles geven voor deze club. En dat ik gewoon de kans heb gekregen om hier weer gewoon te mogen spelen. En gewoon bewijzen, want het staat niet gegarandeerd dat ik even kom spelen. Ik moet dat gewoon laten zien, ook op de trainingen en de minuten die ik maak. En dat is ook gewoon voor mezelf en mijn zelfvertrouwen weer terugwinnen. Zouden die minuten zaterdagavond al gespeeld kunnen worden? Maar ik hoop het wel als ik de kans daarvoor krijg, tuurlijk. Vond je het ook een leuke video? Dan een duimpje omhoog. Meer zien? Kan hier. En abonneren? Doe je hier.